bounds. En allemaal, welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Meiden met Gevoel Server. Mijn naam is Michael, zoals jullie kunnen zien. Ik heb meteen heel veel gespoilerd, meteen in het begin van de video. Want ik heb aan Spawn gewerkt, niet alleen, samen met nog een vriend. Ik ga het niet al te lang houden, want ik heb momenteel toetsweek. Dus ik wil jullie daar meteen een update over geven. Ik heb toetsweek en dat betekent dat ik niet al te veel tijd heb. Dus sorry als ik niet elke dag een video upload. Ik probeer het natuurlijk wel, maar ja... Het leren is natuurlijk belangrijk, dus ik maak deze video heel snel, heel even kort. Want er komt namelijk zo meteen een versnelling. En dat is meteen een afsluiting van de episode. Ik ga jullie even zien wat er allemaal is veranderd. Zoals jullie daar kunnen zien, een paal. Daarachter staat ook een paal en daar staat een paal. Dat is het gebied van de spawnchunks. Daar kunnen we een Iron Golem Farm bouwen. Daar gaat als goed is de Chicken Farm 24/7 door. Waarschijnlijk nog niet, omdat ik geen Entity Loader heb. Nou ja, zoals je ziet, we hebben redelijk wat chicken. 23 en 64, dat is best veel. Hier heb ik mijn oude tools gedropt dat ik niet nodig heb. Hier hebben we dus een ding waar zo meteen een versnelling over komt. We hebben hier ook spruce, birch, jungle, acacia en dark. Hier hebben we twee mushrooms, de bruine en de rode. De netherwards, de cactus natuurlijk, de sugarcane, de vines. En dan hebben we hier ook nog... wheat, carrots, potatoes, melons, pumpkins en cacaobonen. Dan moeten hierachter nog koeien, schapen, varkens, kippen, mushrooms. En er moet nog een mop of nog iets komen. Dat weet ik niet 100% zeker. Voor mij hebben we er maar zoveel. 1, 2, even kijken hoor. Chickens, varkens, koeien. Waarschijnlijk kan ik het beter aan de zijkant eentje erbij maken. Dan hebben we geen midden. Maar dan schuif ik de poort iets op. Misschien is dat beter. Want dan hebben we alle farms. Dat is gebeurd. Deze boom staat er omdat ik hier al aan het decoreren was. Dus zoals je hier kan zien is dit de chicken farm. Hier zitten wat spulletjes in wat ik nodig had. Hier heb ik mijn chest georganiseerd. Ik heb heel veel nieuwe tools. Maar dat komt later in een aflevering. Ik heb de enderrack van Timo gekregen. De wither skull en nog wat ender chest had ik gemaakt. Nou, dan gaan we hier zo het pad op. Nou, dat is bijna af. Nog niet helemaal. Dan kom je dit is een beetje het design, zeg maar. De spruce. Dit is toch spruce of dark? Nee, de spruce. Hier ook komt de crafting room met bedden, met furnace systeem en bla 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 bla. Dan ga je niet boven, kom je in de portal. Je kan hier ook even doorlopen en dan kan je zo over de spawn heen kijken. Dit wordt namelijk waarschijnlijk wel redelijk te spawn. De Iron Golem Farm komt ergens daar ook in de lucht. Dus dat is wel vet. Dan gaan we nu door de portal terug. En dan hou ik het hierbij, want hier ook, ja, deze kennen jullie waarschijnlijk allemaal. Dus kijkers, bedankt voor het kijken naar deze aflevering. Sorry dat die heel kort duurt. Vergeet niet het groen duimpje omhoog te doen. Ik zal de versnelling iets langzamer laten duren. En ja, vergeet niet om een blauw duimpje omhoog te doen, even te abonneren. En geniet van de versnelling. En dan zie ik jullie de volgende aflevering weer terug, die hopelijk wel wat langer duurt. Dus tot de volgende aflevering. En later.
Ah.